Hallo, ik ben Katrien van Katrootje en vandaag ga ik je laten zien hoe je eikels en knikkers aan elkaar kan bevestigen, zo voor telspelletjes of voor kleurenspelletjes of voor nog andere spelletjes, wat je maar wenst. Wat heb je daarvoor nodig? Uiteraard een eikel met een hoedje. Die zijn heel makkelijk van elkaar af te breken, de eikel en het hoedje. Zo. De eikel kan ik nog gebruiken, heb ik eigenlijk niet onmiddellijk nodig, maar het hoedje, dat is waar ik mee aan de slag ga. Ik ga twee gaatjes boren in het hoedje. Dat is heel eenvoudig met een dremel te doen. Maak een klein beetje lawaai. Eén. Twee. Ik ga er gelijk nog één doen. Zo, een dremel heb ik nu even niet meer nodig. En terwijl ik mijn dremel wegzet, stop ik het lijmpistool alvast in het stopcontact. Want die heb ik zo meteen ook nodig. Ik heb twee gaatjes in de hoedjes van de eikel. Stop doe ik even aan de kant. En nu wil ik daar iets aan kunnen bevestigen. In het begin heb ik met een touwtje doorheen de twee gaatjes gegaan en dan langs binnen een knoopje. Maar dat is eigenlijk enorm priegelwerk. En toen kwam ik op het idee om haakjes te gebruiken voor aan de kerstboom. Je doet je haakje even als een rechte. Langs één kant in het hoedje. Terug plooien. En dan kan je hem zo terug uithalen. Even trekken en die zit er vast. Je legt de andere ook even. Even een beetje rechter maken. Plooien. En er terug door. Heel eenvoudig. En zo gedaan. Nu kan ik mijn eikel gaan vullen. In de knikkerbak van mijn kinderen heb ik knikkers gevonden waar een hoekje af is. Dit zijn ideale knikkers om te gebruiken voor het eikels die je kan omhoog hangen. Wat moet je daarvoor doen? Je lijmpistool, ondertussen is dat van mij warm geworden. Een beetje lijm in het hoedje doen. Zorg ervoor dat je lijm voldoende warm is, want anders gaat de knikker er na verloop van tijd terug uitvallen. Even goed aandrukken. En deze kan al even wachten. Dus doen we de volgende. Die heb ik niet nodig. En even laten drogen. Ik heb nu twee knikkers gebruikt, maar natuurlijk kan je ook nog andere dingen gebruiken. Die pomponnetjes passen ook perfect in een hoedje. Zo. Deze zijn ideaal om met kleuren te gaan werken, zometeen. Ik heb nu een paar eikels gemaakt, maar wat kan je daar nu eigenlijk mee doen? Ondertussen doe ik het lijmpistool even uit. Hoppatee. Op de website van Katrootje kan je een bestand vinden rond eikennootjes. En daarvoor, of daarin, zitten kaartjes met cijfers. Van de buren mocht ik een paar takken uit hun eikenboom knippen. Heb ik gretig gebruik van gemaakt en die heb ik in een stuk klei gestopt. Zodat ik mijn mini eikenboompje heb. Ik heb kaartje nummer 4 en ik kies 4 eikels. Die ik in mijn eikenboom hang. 1, 2, 3 en nummer 4. En zo heb ik een leuk telspel met kaartjes en met eikels die zelf gemaakt zijn. Hier zijn ook in het bestand zitten ook kaartjes bij die je kan inkleuren. Op deze manier kan je werken rond kleuren. Bijvoorbeeld hang een paarse eikel in je boom en dan hang je de eikel in de boom. Heb je een mooie paarse eikel daarbij. Er zitten ook hele kleine kaartjes bij die je kan inkleuren. Deze kan je gebruiken voor patronen na te leggen. In een tak heb ik haakjes gemaakt of lusjes gemaakt. En nu ga ik even kijken. Geel, roze. En dan hang hem vast. Geel, roze, geel. Roze, geel. En op die manier werk en fijne motoriek en patronen naleggen.
Wil je kijken met richtingen? Er zitten kaartjes bij, waarbij de eikel telkens een andere kant uitkijkt. Zo. Die is op zijn kop. Zo, en dan kan je kiezen met eikels. Die moet die kant uit, naar beneden, naar boven, naar rechts, naar onder en de volgende zou naar boven gaan. Een ander ideetje. Zeg, ik vind die eikels maar gewoon. Ik wil iets anders doen. In de kralenketting, in een kralenbak, vind je waarschijnlijk ook wel leuke kralen. En die kan je ook gebruiken om eraan vast te maken. Zo maak je een paddenstoel. En met een beetje verf maak je ook een echte paddenstoel. Of je gebruikt gewoon de eikeltjes helemaal en je tekent er een gezichtje op. En mijn dochter kwam met het idee dat ze een nieuwe halsketting wou. Wat hebben we gedaan? We hebben het haakje van een oorbel. Heb ik het stukje dat normaal in je oor zit, heb ik eraf gehaald. En dat heb ik door het hoedje van de eikel gedaan. En dan hetzelfde principe als de gewone eikels. Vastmaken met een lijmpistool, een knikker erin, touwtje eraan. En je hebt een mooie halsketting. Die dan ook nog glittert of waar een speciale knikker in zit. Wat je maar wenst. Zo, dat zijn een beetje een paar spelletjes die je kan doen met de eikels. En met kleuren, tellen, patronen of nog iets. Of halsketting maken, wat je ook maar wil. Het bestand kan je vinden op de website van Katrootje. En ik hoop dat je veel plezier hebt aankomende herfst met kleurrijke eikels. En met herfstvruchten. Vele groetjes, Katrien van Katrootje. Dag!